Assalamu alaikum. Vandaag gaan we ervisa maken. Wat heb je hiervoor nodig? 1 hele kip, gewassen en ontveld. Beetje olie. 1 ui en 1 tomaat in blokjes gesneden. Een halve bosje koriander, heel fijn gesneden. Je hebt kruiden nodig, zoals een knorbillon van kip. Een klein beetje kleurpoeder voor voeding met saffraan. En dan heb je nog nodig zout, curcuma, peper, paprika en gemberpoeder van elks 1 koffielepeltje. En ook heb je nog nodig van die speciale zaadjes. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands kan zeggen. Wij noemen het in het Arabisch horb. Waar kan je deze verkrijgen? In Marokkaanse winkels. Het heeft een heel speciale smaak. Het is heel lekker met ervisa. We beginnen met een beetje olie te zetten in de pan. Dan leg je het kip erin. Verder voeg je de uien aan toe. De tomaten. De kruiden en de knor. Nu voegen wij de koriander aan toe. En dan de gorbet. Ik ben vergeten te zeggen daarnet bij de video dat ik heb hier 1 eetlepeltje van gebruikt. Goed mengen samen. En nu voeg je een 1,5 liter warm water aan toe. Zo'n beetje in het midden.